Aanschouw de grootste idioot op deze planeet, kijk alleen zijn hoofd al, het is gewoon pure kakkie. Als je nu weer vol raakt, ga ik echt serieus met mijn hoofd op het bureau slaan. Het is echt de vijfde keer dat ik deze fucking video probeer op te nemen, maar elke keer is mijn SD-kaart vol. Kut SD-kaart. Je fucking SD-kaart moeder. Kun je hem opnieuw beginnen met Skywars? Doe ik het eens een keer goed, is de SD-kaart vol. Yo kijkers van Doe Maar Gamen! Welkom terug bij deze gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Niet op jouw kanaal, maar op mijn kanaal. Overbodige informatie. Het is weer eens een keer tijd voor Minecraft Skywars. Jongens, meisjes, knal natuurlijk massaal even dat blauwe duimpje omhoog. 69 likes. Zou super awesome zijn. Geen idee waarom ik met mijn vingers beweeg alsof het een konijn is. In ieder geval, jongens, meisjes, like de like, kijken de kijk. Let's go. Wij beginnen ons epische avontuur in de glasmap. Ik heb hier een heel mooi zwaardje bij de hand. En wij gaan eens even kijken of wij kunnen gaan ownen in de glasmap. Met een hele hoop motivatie gaan wij er tegenaan. En het is een vrij lange tijd dat ik voor de allerlaatste keer Minecraft Skywars heb gespeeld op Doe Maar Gamen. Dus het is voor mij weer een beetje inkomen. Maar deze jonge man die gaat uiteraard heel erg goed op. Oh, what the fuck gebeurt daar? Is er serieus gewoon zojuist iemand die een zelfmoordaanslag heeft gepleegd op zijn eigen eiland? Ik hoorde gewoon letterlijk alles exploderen. Gewoon zo van YOLO. Oké, no prop. Dan weten wij in ieder geval dat wij onze kist niet moeten gaan openmaken daar in dat glashuis. We willen natuurlijk niet dat ons hele eiland zo meteen naar de tering wordt geholpen. Dus wat wij doen is wij verzamelen even wat hout, zodat wij zo snel mogelijk bij de allereerste tegenstander in de buurt kunnen komen. Ik heb in totaal 8 hout. 8, dat is een geluksgetal. Voor sommige mensen zou dat best een geluksgetal kunnen zijn. Ja, voor mij niet. Voor mij is 7 een geluksgetal. Let's go. Hoppakeetje. Is hier nog iemand? Oh my god. Deze kerel die heeft letterlijk de kist nog niet eens opengemaakt. Terwijl ik dacht dat hier het geluid vandaan kwam. Oké, we laten zijn eiland opblazen. We laten een spoor van vernietiging achter. En met een beetje geluk kan ik de bouwblokken oppakken hier. Oké, nevermind. Ze zijn allemaal out of the world gevallen. Oké, ik moet even wat hout hebben, jongens en meisjes. Hier kan ik natuurlijk helemaal niks mee. Dus ik hak gewoon heel even snel wat birchwood weg. Hoppakeetje. En dan gaan wij eens even kijken of wij met dat birchwood bij de volgen. Oh, hun PvP'en. Oh my god. Als ik nu heel snel, dan kan ik ze zo hard inmaken, jongens en meisjes. Als ik nu snel genoeg ben, kan ik ze zo freaking hard inmaken. Let's go. We bouwen als een malle. We bouwen als een malle. Hup. Hup. Oké, kom op. Nu moeten we ervoor gaan. Kut, ik kan hier niet bovenop komen. Kom op. Hak hem kapot, Job. Hak hem kapot. Hak hem door de midden. Oké, kom op, Job. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ja. Waar is die bitch? Waar is de motherfucker, jongens en meisjes? Waar is de motherfucker? Is hij nou serieus out of... Hoe dan? Hoe dan? Hoe ben jij daar terecht gekomen? Oh, shit. Oh, fuck. Oh, fuck. Nee, 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 nee. Oh my god. Oh my fucking god. You're serious right now? Ik zit in de meest epische PvP battle ooit. En dan word ik out of the world. Hoe kan dat nou weer dan? Hashtag lief. Hashtag lief slash lief bedoel ik. Zo verkoud als de pest. Lekker voor je tering hond. Oké, jongens en meisjes, nog een aantal seconden. En dan gaan wij onszelf eens even goed bewijzen in deze ijsmap. Kijk, deze map die kan dan wel heel erg koud zijn. Maar dat compenseert natuurlijk weer met de hoeveelheid hotheid dat ik met me meedraag. Serieus? Serieus, Job? Hotheid? Dat is ineens een woord, sukkel. Oké, ik ga mijn oude tactiek toepassen. Oftewel, echt letterlijk direct naar de tegenstander toe gaan. Misschien is het echt letterlijk het domste wat ik kan doen. Maar ik ga het gewoon proberen. Dus bij deze. Oh shit. Dun 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 dun. Deze jongen heeft een kut leven. Kijk maar goed naar zijn hoofd. Dit is niet meer op de beat. Dun 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 dun. Hallo meneer Hand. Dat verdiende ik. Als het aan mij lag, verdiende je een blender in je mond. Ik tweet letterlijk midden in de opname. Geloof je het niet? Dit heb ik letterlijk 10 seconden geleden getweet. Waarom? Omdat ik een fucking noob ben in Skywars. Hoe kan dit? Ik hoor goed te zijn. Oké, nu ga ik mezelf bewijzen. Fuck this shit. We spelen met de overpowered pakket als het goed is. Ja, we spelen inderdaad met de overpowered pakket. Oké, als ik het nu ga verpesten, jongens en meisjes, dan lik ik mijn elleboog. Dan lik ik mijn elleboog als een man. Oké, kom op, Job. Ik mag het nu niet verpesten, hè? Want mijn elleboog likken, dat wil ik niet, hoor. Nee, dat wil ik echt niet. Oké, dus we pakken het goede zwaard erbij. We pakken onze golden appeltjes erbij. En nu gaan we ervoor. Nu gaan we de nation laten zien wie de baas is. De vraag is alleen, hoe de fuck ga ik bij mijn tegenstanders in de buurt komen? Ik heb letterlijk 2 bouwblokken. Dit is echt het meest vervloekte pakket wat ik had kunnen krijgen. Ik heb echt de meest slechte spullen. In plaats van een fucking punchbow en 64 bouwblokken heb ik 2 fucking stukjes houden. Voor de rest heb ik nog geen flikker gekregen. Maar hey, we geven niet op. Want we staan aan de top en we zijn geen flop. En we zeggen sop, want sop is schoon. En dat is wat ik doe, want ik ben een koning en ik draag een kroon. Come on, come on, come on. Waar is die motherfucker? Hij is hierboven of niet soms? Hoe is hij daar gekomen? Oh nee, dat is hem niet. Wacht. Oké, wacht. Ik moet hierbovenop komen. Let's go. Come on, come on, come on, come on. Hier is een kist. Oh, deze heeft hij geloot. Waar de fuck is hij dan? What the fuck doet hij? Oh my god, wat is dat voor noob?
wat de fuck was hij van plan? Hij denkt van, ik ga gewoon een nieuwe Eiffeltoren bouwen, die idioot. Ah, oké. Dat mag, ik bedoel. I don't blame him at all. Ah, wat doe ik? Ik krijg serieus jeuk op mijn hoofd, gewoon. Gewoon van dit spel. Gewoon jeuk op mijn hoofd van dit spel. Ik weet niet of dat mogelijk is, vast wel. Alles is mogelijk, zolang je er zelf maar in gelooft, Job, echt waar. Waar is die bitch? Waar is die bitch? Where are you, my friend? Because I'm going to kill you, and I'm going to eat you alive with a lot of ketchup. Because ketchup seems to be blood, if you see it on your plate. And that's pretty good. That's pretty good, my friend. Echt bullshit. Het is echt pure poep gewoon. Pure fucking diarree uit je anus. Oké, kom op. We pakken dit hout met nul. Kan gewoon. Het kan allemaal. Ik zweer het je, als mijn camera nu weer uitvalt, ga ik mijn keyboard opeten. Gewoon met toetsen en al. In plaats van dat je zegt van ik ga je opeten met haar en uit, ik ga mijn keyboard opeten. Met toetsen en al. Oké, super. Hé, kijk, er zijn nog 9 mensen over. Dat is een goed teken. Dat betekent dat ik niet als eerste ben doodgegaan. En er is weer iemand dood. Oké, super. Ik ben gewoon letterlijk blij met de dood van iemand anders. Want de ene man's dood, het is de andere man's brood. Oh yeah, dikke punchlines, bro. Oké, snel, we pakken wat hout. Want hout laat me koud. En ik hou niet van fruit. Ja, ik wou eigenlijk fruit zeggen, maar dan zou ik niet rijmen. Dus ik zeg fruit. Fruit, dat is de Duitse vorm van fruit. Waarschijnlijk niet. Maar maakt niet uit. Ja, dat rijmde. Kom op, Job. You can do this. Ik moet in ieder geval 1 kill maken deze video. Het zal echt fucking lullig zijn als ik dit potje scours win. Zonder dat ik zelf een kill heb gemaakt. Dan ga ik echt poepen. Dan ga ik gewoon een lange drol in de playpot leggen, als dat zo is. Oké, kijk, nu kan ik ervoor gaan. Nu kan ik er echt letterlijk voor gaan. Nu ga ik laten zien dat ik het ben. De man met de banaan. Kom op, guys. Waar is iedereen? Iedereen die vlucht voor mij. Weet niet of het is omdat ze bang voor me zijn of omdat ik stink. Kan ook allebei. Dat ze bang zijn voor mijn stank. Weet niet of dat een compliment is. Of dat geen compliment is. Ik denk dat het geen compliment is. Waarom heb ik allemaal pauperspullen gekregen? Moet ik serieus gewoon met mijn fucking blote hand tegen een boom gaan aanhakken terwijl we met de overpowerde pakketten spelen? Hey, dit is serieus het meest lullige wat me had kunnen overkomen. In ieder geval, guys, ik ben super benieuwd wat jullie vinden van luchtoorlogen op Doe Maar Gamen. Of jullie het dus vaker willen zien. Dan kun je laten weten natuurlijk met een blauw duimpje. Ik zeg het alleen maar. Even eten hoor. Even lekker eten. Oh, daar is iemand. Oké, kom op, Job. Zit hier nog wat in? Oh, super chill. Oh, super chill. Ik heb een bow, maar ik heb geen pijlen. Fuck this shit, man. Fuck this shit. Nu moet ik serieus gewoon weer met mijn blote fucking handen moet ik weer tegen hout gaan aanslaan. Fucking idioot. Ik word echt helemaal gek hiervan. Ik krijg gewoon weer jeuk op mijn hoofd. Dat is ongelooflijk. Kom op, jongens en meisjes. Kom op. Oh, ga ik nou missen? Bouw naar hem toe. Oh my god. Oh my god. Spel in mijn anus. Dat voelt niet zo fijn. Pel in mijn anus. Jezus man, zelfs van jou had ik dit nou niet verwacht. Dit is echt de meest verpapperde manier van doodgaan ooit. Ik kom van de straat en je kan wel op mij haten, maar ik heb die stacks, dat heb jij in de gaten. Ik heb maar 2 gaten, namelijk mijn mond en mijn anus. Dit zijn de gekste punchlines, heb je het in de gaten? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ik haat mijn leven. Fuck this shit, man. Fuck this shit. Vonden jullie deze video leuk? Laat dan een like achter. Mijn fucking microfoon is daar, dus ik moet schreeuwen als een malle. Tot de volgende keer. Dun 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 dun. Deze jongen heeft een kut leven. Kijk maar goed naar zijn hoofd. Dit is niet meer op de beat. Dun 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 d